Ik heb mijn vader gebeld. Mijn verjaardag. Ik weet niet of jullie dat ook kennen. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog op mijn kanaal. Mijn naam is Miranda. Vandaag is het maandag 18 januari. Eén dag voor mijn verjaardag en ik moest straks gaan werken. Om 8 uur eigenlijk moet ik beginnen. Dus ik ga straks ook weer de deur uit. 6:30 ging echt gewoon niet wekker. Dus ik was om 6:30 al wakker. Ik had geen moeite met opstaan. Dat is wel weer fijn. Ik ben ook wel blij dat ik weer aan het werk kan, want ik heb echt letterlijk bijna een flinke tijd thuis gezeten, een paar dagen. Dus ja, is het wel even fijn dat ik aan het werk kan. Ik had ook van mijn oma, ook eigenlijk was ik in de vorige week nog vergeten te stellen. Ik had een verjaardagscadeau overgekregen van mijn oma, geld, 20 euro. Mijn moeder heeft dat overgemaakt naar mij, want ze had het anders contant voor mij. Maar ik vind het zelf fijner om nu het overgemaakt te hebben. Kan ik het gebruik voor sparen. Ik had met mijn moeder vanmiddag even dus nog gesproken. En ik had haar dus dat verteld, hè, van die update over dat van die bouw. Ze zei, oké, dan gaat het hartstikke snel straks. Dat klopt. Ik heb echt letterlijk een keer een discussie gehad. Dat mogen jullie best weten. Zij is hier met een begeleidje, dat was de woongroep nog open. Ik heb een discussie gehad, dat was niet mijn persoonlijke begeleider dat ik die discussie heb gehad. Ik heb het met een andere begeleider erover, waar ik een discussie over had. Bouw, dat gaat heel lang duren voordat het klaar is en noem maar op. En toen zei ik zo, dat is niet waar. Ik zei, want het komt in bouwpakketten. Ik zeg, en dat gaat heel snel. Op de vorige zorginstelling gezeten, werd een nieuwe woongroep gebouwd op het terrein. Dat heb ik gezien, hoe snel dat ging. Dus ik weet dan ook dat het heel snel gaat. Alleen de oplevering duurt langer. Omdat natuurlijk de inrichting en zo, dat moet allemaal nog gedaan worden. Een woning geschikt te kunnen maken, hè, om erin te kunnen wonen. Dat moet allemaal geregeld worden. En dat gaat wel een tijd duren. Dus vandaag, mijn verjaardag, ik ben jarig. Ik ben 25 geworden. Voor degene die het vragen, ik ben 25 geworden vandaag. Ja. Oud. Toch? Of nee? Ja, zou ik zeggen, kunstgebied nodig. Het is wel een kei, weet je. Omdat ik al 25 ben. Jongen, nog 5 jaar en ik ben alweer 30. Poh, tijd vliegt. Maar goed, vandaag, ja, met corona kan je verjaardag niet goed vieren. Dat is dan wel weer een beetje lastig. Het is een beetje lastig nu met corona je verjaardag te vieren. Sowieso, ik vier het wel eigenlijk al, gewoon altijd, weet je. Wat ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ik ben toch aan de ene kant blij dat de verjaardagen niet gevierd hoeven te worden, kunnen worden. Want ik vind het zo verschrikkelijk elke keer 3 kussen. Waarom is er 1 niet genoeg? Wordt ondergelepperd met natte kussen. Dan denk ik, 1 kus is genoeg, 3 veel te veel. Ja, dan kan ik bijna mijn hele gezicht mee wassen. Ik bel mijn ouders op, die gaan echt serieus voor me zitten zingen. Volgende week mijn verjaardag, denk ik. Gênant, kon het door de grond zakken. Maar goed dat ik het niet gevlogd had, ik het nou gewoon vertel, want echt serieus, ik kon het door de grond zakken. Echt. Gelukkig deed het niet nu in het bijzijn van andere mensen, want dat zou gênant wezen. Ik weet niet of jullie dat ook kennen. Geen zin hebben om te koken. Maar dat had ik dus vandaag. Ik heb uiteindelijk maar toch gewoon mijn eten opgezet. Het is een beetje laat, maar dat komt. Ja, het is weekend. Maakt het niet uit als ik iets later eet. Maar nou is het erom. Ik had geen zin om het echt uitgewaard te gaan koken. Toen dacht ik, nou, doe ik lekker worteltjes met dit. Met 2 kipfilet. En gemarineerd. En dan worteltjes. Heel simpel, als je geen zin hebt om het uitgewaaid te gaan koken, ja, doe je dat maar. Nou, ik heb de badkamer wel schoonmaken. Dat is wat er moet gebeuren.
poetsen pakken, dan poetsen. Ja, het is gewoon nodig. Zo. Mijn moeder is net hier geweest, die heeft even wat gegeten hier, want het was nog geen 1 uur, dus ze is hier naartoe gekomen om even te eten. Vlak nadat ze naar het arboretum hier is geweest in Wageningen. En ze is nu weer richting de winkel en ze vroeg aan mij van of ik volgende weekend thuis wil komen. Ik zei, nou is goed, dat ik best wel doen. Dus aan de ene kant ook wel even lekker, weet je, dan ben ik ook even hier weg. Mijn moeder die vroeg dat, dus ik zei, ja is goed. Afhankelijk van het weer, volgend weekend gaan we wandelen. Dat is ook echt afwachten. Zo, het gaat trouwens hartstikke lekker op mijn YouTube kanaal. Hey. Ik zag net dat ik de 430 abonnees heb behaald. Ik hoop nog steeds dat ik het heb in deze tijd als deze vlog online komt. Zal wel, maar... Maar ik moet even de was doen. Dat is ook nog wel gebeuren. Ik krijg het echt nog mee en ik merk dat de was in mijn huis maar nog niet helemaal droog is. Dat moet ik hem straks even zelf opnieuw in doen. Ik mag niet erin. En ik heb ook het verjaardagsgeld van opa gekregen. Die was trouwens mijn ouders geweest. Die heeft 25 euro gegeven. Nou, die mag er niet op in. Maar 25 euro heeft mijn moeder naar mij overgemaakt en er staat op mijn spaarrekening en ik, ja, ik ben lekker gedoucht. Hier in Wageningen hebben ze weer het vanwege de avondklok de vrijheid speelt ingepakt op het 5 Meiplein uit protest. Meerdere, zoals de Gerbenberg en zo, de Begraafplaats, daar is het ook. Met een glas met bekersoda aan het drinken, opgelost in water dan. Ik had het op internet gezien, als je maagzuur hebt, dat dat helpt daartegen. Nou, ik heb het al een keer eerder gedaan, toen ik last van maagzuur. Nou, dat heb ik nou ook een beetje oprisping. Ik heb geen maagzuurremmers in huis. Ja, ik heb het ook niet heel vaak maagzuur, dus ga ik het ook niet halen, speciaal. Nou, ik had vanmiddag ook de maatregelen, die nieuwe maatregelen doorgestuurd gekregen van Cirlo. Vanwege de Britse coronavariant natuurlijk. Nou is het zo dat er dus dingen in staan waarbij ik mijn twijfels heb. Vanuit de Rijksoverheid is het zo vanuit het RIVM dat je maar 1 bezoeker thuis mag ontvangen. Per dag. Nou, nu is het zo. Daar staat bij Cirlo precies hetzelfde. Maar wat het ook er staat... Is dat er ook in de regels, daar staat ook zo, dat je 2 vaste personen vanuit 1 huishouden mag ontvangen. Dus ik mag mijn ouders bijvoorbeeld dan alle 2 hier ontvangen. Terwijl de bovenste regel staat maximaal 1 persoon per dag als bezoek. Dat klopt toch niet? Hallo? Als je even slim nadenkt, dat klopt gewoon niet. Maar vorig jaar moest ik ook in quarantaine. Als ik terugkwam van mijn ouders, terwijl ik er maar 2 weken was geweest, mocht ik alsnog niet werken, omdat ik een assistentieel beroep had. En ik had geen klachten van corona en dan moest ik in quarantaine. Ja, hé, dan weet je wat mijn werk zei. Nou, je komt gewoon werken, je hebt geen symptomen, dus je moet wel. Weet je waar ik zo van bouw? Ik merk dat echt nu, hè. Ik slaap al 3 nachten echt niet goed. Echt gewoon slecht. Ik kan niet in slaap komen. Nu lig ik bijna te slapen. Word ik weer wakker. En dan val ik weer in slaap. Het is gewoon niet lekker. Ik slaap 3 nachten al beroerd. Ik heb afgelopen nacht iets van maar 6 uur slaap gehad. Ik lag er al op tijd in, hè. Ik lag er al op tijd in. Uiteindelijk, ik lag er echt op tijd in. Maar uiteindelijk viel ik pas tegen 12:30 in slaap. 12:30 s'nachts. Terwijl ik om 10:30 in bed lag. Nou, ik zeg het je,
Ik heb echt heel weinig slaap gehad. 6 uur is niet te doen. Vooral niet met dat beroep wat ik doe. Dat is best fysiek zwaar. Ik ben net aan mijn vader gebeld. Mijn moeder krijgt haar telefoon niet uit. Dus ik moet nu even naar Renkum toe rijden. Om eventjes te helpen. Dus eindstand. Rustig zondagje. Kan niet. Oh, hebben we dat weer. Mijn moeder wou gisteren was hier in Wageningen bij die telecombinatie, de telefoonzaak. Waar ik en mijn vader ook onze telefoon naartoe hebben gebracht als ze wat was. Nou, mijn moeder had daar een afspraak voor gemaakt van de dag zo van gisteren. Maar niet dus. Bleek dus van morgen van vandaag te zijn. Ze is de afspraak maar voor volgende woensdag. Het was zo, mijn moeders telefoon liep dus gewoon helemaal vast. Mijn vader had al van alles geprobeerd, zei ze. En ze hadden samen van alles al geprobeerd. Nu is het zo dat ik via internet iets heb opgezocht over haar toestel. Want ik wist dat hij dus een hard reset moest hebben. Maar hoe bij haar de telefoon dat werkte, wist ik niet. Want dat is per telefoon natuurlijk verschillend. Zoals mijn telefoon is ook eens een keer vastgelopen. Nou, mijn vader heeft me uiteindelijk daarmee geholpen. Want ik kreeg het zelf gewoon niet doen voor elkaar. Nou is het andersom. En dan moest ik hun helpen. Maar nou is het zo dat het op is gelost. Hij doet het als het goed is nu gewoon wel normaal weer. Hij doet het wel nu wel. Maar bedoel, hoe lang? Want straks word ik weer gebeld en moet ik weer terug.